opzij, opzij, opzij. Maak plaats, maak plaats, maak plaats. Wij hebben ongelofelijke haast. Uit een Amsterdams café liet zijn klanten in de steek en ging aan de haal, want Fanny Blankers-Koen wachtte op hem. Bijna was hij te laat voor de jaarlijkse nationale kelnerswedloop waarvoor onze Nederlandse kampioenen het startsein gaf. Ditmaal namen niet minder dan 75 wit gejaste of zwart gerokte gedienstigen aan deze traditionele wedstrijd in snelheid en behendigheid deel. Het parcours leidde van het Terbeckeplein over bruggen en grachten naar het Amstelveld en weer terug. Bij het keerpunt moesten de deelnemers de juryleden volgens de regelen der etiketten bedienen. Eén deelnemer werd gedisqualificeerd omdat hij glas en fles te goed onder controle had. Bij de ongeveer 35 serveuses was de strijd bijzonder vinnig. Ook zij gaven elkaar maar weinig toe. En aangezien het serveren foutloos ging, moest de snelheid op den duur beslissen. De wedstrijden trokken heel wat belangstelling, vooral toen de finales werden gelopen. De winnaar van het vorige jaar, Uilenbroek, bleek ook nu weer de snelste kelner van Amsterdam te zijn. Winnares bij de dames werd Beb Hagen. Beiden behaalden het hoogste aantal punten, namelijk 35, inclusief.